Ja, ik snap het ook je wel. Moet wel hier overheen, hè, in ieder geval. Normaal gesproken kijk, is hier het komt geen probleem. Dus alles maar moet aan als die kant. Ja, we staan nu met z'n drieën. Kippetje weg. Brutaal, joh, die beesten. Ja, die denk ik ook. Eten, eten. Ja, aardappels. Hier is zand. Oh, kom even hier, ja. Oh! Daar nog een zijkant? Wat? Nee, nee, de hele zijkant is leeg. Wil iemand blikje? Blikje! Ja! Ja! Jij ook, Fren? Ja! Ik denk dat ze wel wat energie kunnen gebruiken vandaag. Jij niet toch, Fren? Wel! Lekker! We kunnen wel wat energieboost gebruiken. Energieboost? Ja. Energie. Ah. Oh. Ik wil wegwezen. Liefje op die grondje. Oh. Ik ga nu een beetje warm, nu ben ik zat. Waar staan ze? Laatste koelkast. Nee, eentje nog maar in het rood. Oh. Bah. Wie lust er de blauwe? Ja. Ja hoor, ik lust alles. Er zit geen cafeïne in. Jawel, blauw suikervrij. Wel. Oh, suikervrij is goed. Ja? Zo. Nou. Nou, oh, heeft niet zoveel zin. Ik kan anders ook samen met Jordi die stijgerbalken hier naartoe brengen. En die 9x9 hebben we ook nodig, die daar liggen. Die daar liggen? Ja. Balken? Hier, ja. Vier. Alle vier heb ik ze suikervrij gepakt, zodat er geen onderscheid is tussen. Oh. Oh, thanks. Messias. Maar jij hoeft er niet. Ja, suikervrij zeker. Nee, ja, maar voor jou is ze niet. Ja, dag. Want jij bent Mariska. Ga eerst maar even scheppen. Ja. Lekker dan, ja. Zoek het even lekker uit, jij. Wat, Maris? Zoek het even lekker uit. Zei je dat? Ja. Nou, zeg. Ik schrok er ook van. Kijk, Truus. Gisteren ging ik ook door, hè? Dank u. Ja, rond de podium bouwen. Ja. Balken. Jammer dat je dak hebt opgefokt. Ja. Oeh. Ja. Moestuin is zo weg. Hè? Hij heeft er langer over gedaan om hem... Nou, deze kan niet hoor. Deze kan er denk ik dieper dan die. Hij heeft ook Lexi, zo weg hoor. Doet het je emotioneel gezien ook wat dat we de moestuin weghalen? Nee. Niet? Nee, waarom? Maar jij zit natuurlijk in je roze kokon. Ja, maar ja. Ja, dat scheelt wel. Dat scheelt wel. Nee, joh, Adriaan die had gek geworden nu. Denk ja, je niet? Adriaan... Denk je dat die woest zou worden? Nee, joh. Nee, is wel. Niet meer... Het was schammel voor de show. De hele moestuin. Ja. Dat is gewoon een onderdeel van de plan Adriaan. Boeit hem die moestuin wat?
Nou, dit is niet zo handig. Hij gaf het automatisch ook geen water. Nee. Hij heeft hem ook aan niemand overgedragen. Oh, vuurwerk. Om te vieren dat we een oplossing hebben voor de regen. Ja, maar eens even snel schakelen, hè? Toch? Dan zie je gewoon binnen uurtjes alles geweest. Ik zal het even scheppen. Ja, dan ga je alleen een beetje voorbij aan de paar uur opbouwen. Misschien heel lekker recept. Ja, maar wel oplossing gevonden. Ja. Ja, het is gewoon zoveel mogelijk bellen, hè? Jij mag hem tillen, yes? Wacht even. Ik vind hem te zwaar. Hij moet je zelfs... daarheen? Ja, heel zwaar, hè? Podium, wanneer komt dat binnen? Vandaag. Maar dat, wordt dat wel afgemaakt voor morgen? Ja. Tuurlijk. Oké. Dat zijn natuurlijk tenten waarvanuit ze het van dichtbij kunnen zien. Ja, en als het droog is, ik denk, we moeten het sowieso op podium doen, die kids DJ, want dan vergroot je ook weer even net je markt. En die kinderen kunnen allemaal dansen, want we hebben ook een trap gemaakt aan de achterkant. Dus nu... Maar nu komen er dus mensen toe naar Hiske van, wat moet er nog gedaan worden? Mensen weten dus niet wat er moet gebeuren. Ja, maar ik heb het eerst gezegd, stuur ze maar hier naartoe. Ja. Ja. Welke mensen? Ja, Shelly die kwam mee, die is nu frituurpannen regelen, maar hij is niet gelukkig. Bij wie niet? Bij Martijn niet? Nee. Martijn heeft niks, Van Doorn heeft niks, RV is dicht, Gooivuur is dicht. Die bedrijven schijnen dus op zaterdagochtend tot 1 uur te werken. En Rentwereld? Probeerde ik net te bellen, is keuzemenu, dus dan kom ik niet erin. Zijn er geen verhuur bedrijven waarop gewoon langs te rijden? Bouwrent of zo, met dat soort grote organisaties. Ja, dat zou goed zijn. Michel is nu. En die ene waar we drank. Ja, dat is Van Doorn. Die hebben we niet. Ja, nee, die zijn er niet. Die zijn dicht. Daar hebben we toch een 06-nummer van. Ja, die heb ik ook gebeld. Maar? We kunnen niks meer doen. Moeten ze vandaag hebben toch, die dingen? En morgen zijn ze ook niet open. Morgen zijn ze wel open. Oh. Maar kan hij niet... Kiepie. Ja, dat was een 06 nummer van hem. Maar je krijgt er wel een telefoon. Ja. Maar kunnen ze het wel morgen opleggen? Dan blijven we volbakken met drie pannen, dat maakt niet uit. Maar dat we hem dan alleen morgenmiddag hebben. Ja. Ik kan wel vragen of Shell hem even bel. Ja? Goeie. Kan je hem niet beter zelf bellen? Hè? Kan je hem niet beter zelf bellen? Ja, kan ook. Toch? Vorige keer hebben ze het mooi op tijd geleverd. Ik weet niet hoe Shell belt. Ik zeg zo'n telefoon, Hagenees. Beetje onberekenbaar. Ja. En moet dat nog gestraat worden voor het podium? Voor het podium. Ja. In principe, als we hier een paar rijen neer kunnen zetten van balken, dan is het goed. Ja, in principe, yes. Als we dit even kaal maken nu, dan kan er ook iemand hier balken neerleggen zo. Dan kunnen we direct die stijgerbalken doorjassen. Dan kunnen wij hier nog mee bezig gaan. Ja, prima. Dan maak ik deze rits er alvast in. Ja, is goed. Okay, heb je de schep voor mij? Ja. Welke was voor mij? Kutschep is dat. Tot hier, hè? Blij dat we in ieder geval alle schepjes droog hebben. Ja. Wil je ook roken? Ja, daar tot daar. Meer niet. Hou je van rook? Ja, nog 2 dagen, yes. Ja, het wordt wat. Geen zin in, hoor. Nee, maar we moeten elkaar steunen. Waar is je armband? Het begint een kut weer te worden. Ja, maar ja, het is niet anders. Nee. Dat hebben we van de week ook gehad. Waar hebben we weet je nog? Oh god. Helemaal verregend waren we nu. Ik heb er ook een pest. In de plaats gaan we. Maar het is niet anders.
Je bergpaarden is je paarden. Wat een ellende is het altijd. Ah, ik voel me niet echt een werkpaard. Nou, nu momenteel wel. Hoi, stijgenhout. Yes, nice. Kunnen jullie hier op rijden of is dat onmogelijk? We kunnen het proberen. En anders de planken er even aftillen. Ja, oeh. Oké, wacht. Zo. Ja. Zo? Yep. Yep. Ah, fuck de kut. Hebben we een bezem voor, Ger? Kutplant. Ho, 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 niet meer beginnen gooien. Yep, dankjewel, schat. Yep. Okay. Waar kan ik deze plank laten? Nee, die gaan we allemaal hier inleggen zo. Ja, want dit zijn niet alle. Kan je nog helpen met die 9x9? Goed, maar dit zijn niet natuurlijk alle platen, maar. Niet allemaal? Nee. Ja. Je kan ze er ook afhalen. Kun je afkieperen? Afhalen en dan een nieuwe lading halen. Help eerst Fren even met 9x9, want dat is als eerst wat gezet moet worden volgens mij. Ja, er liggen er hier al aardig wat hoor. Oké. Dan. Ja, lala, ik haal ze eraf. Dat is kutwerk hoor. Oeh, alleen. Ik heb vanochtend alles van daar naar daar verblazen. Nu moeten we van daar naar daar. Ja. Ja, één ding alleen. Ik heb gebeuren in mijn haar. Volgens mij mag dat niet nat worden. Ja, dan moet je Shell even halen. Ja. Misschien vindt Shell het wel leuk om te doen. Oh, nice. Lexi, maakt niet uit daar. Je mag gewoon daarheen. Als je daarnaast keepert zo, gaat heel diep in die kuil. Nou, ik kan echt wel bij een huis en tuin gaan werken. Hè? Ja. Huh? Ik kom een nieuwe lading brengen wanneer mijn haar uitgespoeld kan worden. Over 10 minuten. Hoe haal je het echt in je botkop om iemands haar te gaan verven vandaag? Ik spijt me zeker. Auw. Oh shit! Lukt dat? Nou, ik krijg af en toe een beetje nog last van mijn hand. Oh, kom. Dat is echt heel zwaar. Wat je kan doen is... hier, dit is wel makkelijk, hè? Hier zo naartoe rijdt. Ja, maar daarom wil ik even al het... wou ik het even allemaal wegscheppen. Of moet ze niet te vol doen? Ja. Ja, ik wacht wel even hoor, ik heb een drijfnoot. Ja, Shelly gebruikt het argument van ja, ik kan Jordi zijn haar wel even uitwassen omdat Ger en Fren lagen te neuken in de tent. Ik zei, hoe kom je daar nou weer bij? Wat, heb je het gezien, gehoord? En was je erbij? Nee, ik heb het gehoord. En ik heb het gezien, zei ze. Oh, dat is knap. Dat weet ze meer dan wij, toch? Daarom was ik kwijt. Ik heb niet geneukt. Hebben we geen seks gehad? Ja, weet ik. Ik lag even op bed. En toen kwam Fren eraan. Maar je hoeft mij geen uitleg aan te geven. Nee, maar ik geef het wel.
Hoeft niet, niet nodig. Misschien moet ik maar aan de vraag hoe het was, want ik weet het niet, want ik was er niet bij. Ik heb een regenpomp zo niet pakken zo. Ja. Hebben we die al binnen? Ja. Ja, lijkt me een goed idee eigenlijk. 1000 stuks, dus we kunnen heus nog wat pakken. Een ja. Stuk of 100. Hebben we maar 1000? Ja. Ja, maar, ja, maar hoeven nu niet meer, hè? We hebben tenten. Ja. Maar dan neem ik op Harken straks wel een paar. Ik ga even roken. In de silo. Oh. Nee, hier is. Goh, waar is Jess naartoe? Zal ik ze even pakken? Hier was roken. Gaan we even poncho's pakken? Ah, nee, is hier niet. Ga even roken. Dan kunnen we gewoon doorgaan. Ja, nu kunnen we ook gewoon even testen hoe goed ik ervan zijn met Sanneke. Even die teambuilding. Ja, hoe loopt het ook? Laat me met de katelaan niet. Zijn dat die poncho's? Ja, ik denk het wel. Ja, deze zijn het, ja. Ik weet niet wat voor het zijn. Nou, ik gooi die plastic maar even hier in, als een beestjes. Ah, met capuchon. Jee. Oh, mijn lange mouw. Net een festival. Nee, korte mouw. Hij heeft geen mouw. Oh wel. Nou, maar ik wacht wel even. Ik ga echt nu niet in die regen. Dat doe ik echt niet. Ja! In de iglo! De knip-iglo. Wel jammer dat ze korte mouwen hebben. Ja. Koud hoor, dan moet ik korte mouwen. Ja. Het zijn huge man, die dingen. Je moet even een knoopje inleggen. Ja. Zo. Oh nee, dat kan niet. Dat is niet lang. Nee, kan niet. Gewoon zo. Knoopje. Hup, kijk. Hoe heb je dat gedaan? Wat dit? Wat daar ook nog? Ja. Ik weet niet hoe jij dat voor elkaar krijgt. Een stukje bij elkaar pakken. Kijk of het lukt nou, hoor. Want ik ga met het knoopje niet. Ja, Lexi, kom maar. Lexi, kom maar.
Ja, maar niet zo gedaan. Jezus. Ja, beter. Ja, gaat ie? Strakker? Hoe doe jij hem hier? Ja, nee, ja. Nee, nee. Zometeen kijk mijn zakenman, mijn vriend. Wat zal hij wel niet denken? Dat had ik met Hiske erover. Bij mij past een zakenman. Misschien met een sportschool. Dat weet je helemaal niet. Een zakenman met een sportschool kennen we alleen. Ja, knapperd. Dat moet ook knap zijn. Tattoos. Ja, maar die heeft een vrouw. Ja, nee, ja. Doe maar niet. Zo, Gerrit, moeten we bij jou een knoopje leggen dat die lekker strak blijft? Het is een vuilniszak? Ja. Huge, man. Er zit wel een capuchon in, maar... Net festival. Moet je knoopje erin? Ja, ik zal er wel. En we gaan door! Deze is wel heel wijd hoor. Ja. Ja, Lex is een goed idee. Ik maak hem nog een beetje in. Ja, hier mag je wel een knoopje doen. Ja. Hè? Huh? Wat een ellende! Oh, hey, alle handjes. Hey, missen een. Ja. Eigenlijk een fotomomentje. Ja. Tot hier. Alleen dit moet er nog uit. Misschien kan je... Oh. Ah! Kom maar, Ger. Ga nog een stapje zoeken, ja. Ja, bij het podium moet het eromheen gestraat worden. Yes. Nou, is goed. Kom maar. Ik krijg bij iedereen een knoopje erin. Het is jammer dat de korte mouwtjes zijn. Ja. Schrikker. Fantastisch. Eigenlijk moeten we even een foto selfie maken straks. Hè? Met ons allemaal. Hij zit begin even strak, hoor. Doe je thuis toch ook niet dat je zo in de regen staat? Nee, zeg je bergpaarden en zierpaarden hier. Dat is toch lachen dit? Ja, dat is leuk. Reken maar dat dit leuke beelden zijn. Ja, dat is toch lachen. Ja! Oké, dank je. Nou, tot zo! Hartstikke idee! Ik denk dat ik eigenlijk wel andere schoenen moet aantrekken, anders kan ik morgen deze niet aan. Ja, ik heb ook maar een paar schoenen hoor. Droogfeunen. Maar waar is Jessie nou om die balken te leggen? Ja, zit droog binnen denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik wil lekker te discussiëren. Het was maar één buitje, toch? Volgens mij was het maar één buitje. Nou, dat was ook een flinke jetsen. Ja.
Hoe gaat het met de dag van de bar? Ja. Jessie! Is hij binnen? Het is ook lekker met z'n roken. Waar blijft hij nou? Nee, ik denk dat hij achter de computer zit. Ja, het is goed met hem. Jessie zou de balk even leggen. Ja, op al het grootste woord, maar doen. Anders los ik ze er zo wel in, hoor. Hier, ik pak wel de boormachine op. Even 120 schroeven pakken. 60 heb ik hier ook liggen. Dit is bijna klaar. Ja. Ik hou hier ook niet van, hoor. Oh, ik vind het vreselijk. Och, de tering. Hoppatee. Gerrit, wil jij het doen? Ik ben van ik uitglij. Ja. Hier. Me. Dit doe ik echt niet. Ja, nu van het niet. Ik ben het niet binnen. Nee. Maar op de buis gaan brengen. Hè? Ja. Ugh.